Maar er kan er uiteraard maar één de winnaar zijn. En die winnaar, dat is Misha Brouwer. Hij heeft de meeste punten vergaard. Ontvangt de envelop met het meeste geld. Een prachtige bosbloemen. En aan jou, Misha, de eer om een reactie te geven. Ja, dat voelt fantastisch. Geweldig. Ja, je wil de runners, neem ik aan, bedanken. Ja, en runners bedankt voor de mooie ereprijs. En de mooie bosbloemen. Wat was nou je allermooiste overwinning op het gras dit jaar? Ik denk toch wel met Everglide Rapida, paard van het jaar. Mooi, ga erbij. Everglide Rapida wordt genoemd, het paard dat zo dadelijk ook nog in het zonnetje gezet gaat worden. Dit waren de beste leerlingen van het grasbaanseizoen 2017. Misha Brouwer, de winnaar, maar geweldig ook Danny de Dubbele, Marco Spin en Rintine Hofman. Het geeft een mooie herinnering. Jongens, super gedaan, bedankt. Bedankt runners voor jullie geweldige sponsoring. Gaan wij over tot het huldigen van de kampioen bij de amateurrijders. Oftewel de huldiging van de winnaar bij de amateurs. En dat is geworden Fred Handelaar. En de NAC wordt vertegenwoordigd door de voorzitter Hans Zinnige en door Greta Postebus. Greta heeft de grasbaan kampioenshelm voor Fred Handelaar. Die gaat overhandigd worden. Het is niet de eerste keer dat Fred hem pakt. Prachtige bosbloemen hoort erbij. En Hans, ik had begrepen dat ik jou het woord mocht geven namens de NAC. Ja, Fred, ik wil je bij deze van harte feliciteren met je helm. En als ik me niet vergis, komt deze helm mij heel bekend voor. Ja, deze helm die hebben we al een paar jaar, maar dat mag de pret niet drukken. Nee, je hebt hem dit jaar met succes verdedigd. Was het een moeilijk jaar? Nee, helemaal niet. De voorsprong was groot. Van Bas, geweldige graspaarden gereden. Bonnie Charisma, Everglide Rapida, Golden Avenue, Discovery Wiz, Common Scott. Ja, dan is het mooi punten verzamelen. Absoluut. Ik wil namens onze club denk ik ook even de baanverenigingen bedanken, want we zijn altijd welkom, hè, als amateurs. Ja, we zijn bij de grasbaan uiterst welkom en dat is een heel prettig gevoel. Volgend jaar weer een groene helm? Volgend jaar wordt er weer een groene helm verreden. Gaat hij weer mee met Vethandelaar? Geen idee. Ik geef Greta de eer, want het is toch leuker om van een dame te krijgen dan van een lelijke man. Greta Postumus, dames en heren, bestuurslid van de NAC, overhandigt de bloemen en de helm aan Vethandelaar. Uw applaus voor de kampioen van Nederland bij de amateurs. En dan ben jij weer, Rogier. Want er komt een paard aan. Er is al een paard zelfs. Maar laten wij eerst richting de nummer 2 gaan. Jaap Fixen. Hij heeft het... Ja, dat is Bouke, maar dat is Jaap Fixen. Hij is tweede geworden. Dus Jaap is erbij hier om zijn prijzen in ontvangst te nemen, Jaap. En ik denk ook wel dat het hele gebeuren rond de grasbaantrofee wel aardig speelde bij jou. Nou, speel. Moet luisteren, ik ben met broer gewoon super tevreden van het jaar. Hij heeft 8 keer op gras gelopen en 3 keer gewonnen, 2 keer tweede, 2 keer 3 en 2 keer 4. Dus hij heeft niet een missenpas gedaan. Dit zou een kers op de taart zijn geweest. Maar ik ben niet minder tevreden met hoe het dit jaar gelopen is voor een hobbyistje zoals ik. Ja, dat wou ik zeggen, Jaap. Enorm gefeliciteerd daarmee. De prijzen die ga jij start op dit moment over 12 ontvangen. Minuten. Namens Stichting Wout Rassport, zei ik goed, hè? Stichting Behoud Rassport, Nico Zelden thuis. Namens de Stichting Behoud Rassport wil ik mevrouw Krebas als eigenaresse van Everglide Rapida heel, heel hartelijk feliciteren met deze trofee. Helaas kon hij vandaag niet lopen, want dat was u wel van plan. Maar goed, wij hebben gedacht van ze wordt ongetwijfeld eerste. Dus bij deze heb ik u gevraagd alsnog te komen zonder dat hij heeft gelopen. Ik wil u heel hartelijk feliciteren en ik hoop dat de keelontsteking inmiddels over is en dat hij volgend jaar weer kan lopen, want u past er goed op. Dankjewel. Dankjewel Nico, we gaan die prachtige bokaal overhandig aan Gook en willen van haar natuurlijk wel een eerste reactie, Gook, want er zijn er weinig, denk ik, in onze sport die zo meeleven als jij. Nou, ik ben een beetje geëmotioneerd, toch? Zelfs dat vind je het zo mooi? Ja. Gewoon, je doet dan een jaar een beetje mee zo, en door je zoon in Zweden, en dan neem je dit... zeer venijnige beestje over. En dan maak je er met Bas samen toch een heel fijn koerspaard van. En ja, dat het dan zo eindigt. Hij had ook over, hij heeft geen mispas gelopen, geen mispas gemaakt. Deze ook niet. Die wou bijna wel dood door de finish. Maar hij moest er overheen en zo hard mogelijk altijd. Dus dat vond ik altijd heel geëmotioneerd om daarnaar te kijken. Een koers, ja, ze noemen het een paard met een koershoofd. En enorme statistieken schijnt hij te hebben met eerste en tweede plaatsen. Maar dat weet mijn zwager allemaal nog veel beter. Want ik zit er zomaar in en ik doe gewoon maar zomaar mee. En 2017 is natuurlijk een enorm apart jaar. Maar volgend jaar gaan we gewoon weer.
En dan hoop ik dat hij er weer staat. En dan hoop, ja, want hij, kijk, hij straalt. Ja, wij stralen samen. Hartstikke mooi, genietig ook. Geweldig gedaan. Prachtig hoe jij zo je hobby beleeft. Start over 10 En wat een minuten. Uniek paard, deze Everglide Rapida. Daar hoort een prachtige bokaal bij. Ja, Nico. Kijk aan. Gaan we ook doen. We gaan Fred Handelaar zo dadelijk nog even toespreken. Korte reactie van jou nog even, Bas. Want had jij erop gerekend dat dit jaar ging lukken met hem? Nou, hij liep vorig jaar altijd heel goed. En hij is dit jaar weer meer doorverbeterd. Dat is ja, jammer dat hij ziek werd. Maar het is een heel dapper paard. En net wat Goog zegt, het is echt een koerspaard. Het is een krakte paard. Mooi. Mooi, Bas. Dankjewel. De beker gaat mee met Bas. De foto gaat uiteraard gemaakt worden. En dan gaat onze Gook zo dadelijk ook nog even laten zien dat ze in topconditie is. Ze gaat een lange ereronde maken met het beste graspaard van Nederland in het seizoen 2017. Everglide Rapida, die er alweer heel pinter op staat. Gook, ik zou zeggen, geniet ervan. Jouren, die is ongetwijfeld aan jouw zijde. Een groot applaus, dames en heren, voor het allerbeste graspaard van Nederland. Everglide Rapida. MUZIEK